Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. In eerste instantie ligt er niet zo heel veel middelbare en hoge bewolking boven Nederland. Wel wat lage wolkenvelden, dus voor echt brede opklaring is weinig ruimte. Maar we moeten naar het westen kijken en dan komen er dus dikkere wolken onze kant op. Van tijd tot tijd valt er een spat regen of motregen. Temperaturen vanochtend 13 tot 15 graden. En een matige tot vrij krachtige zee soms krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag op meer plaatsen wat lichte regen of motregen. In het zuiden is de kans op wat drogere perioden groter. En ook vanavond verandert er. Heel weinig in het weerbeeld. Voor opklaringen is weinig ruimte meer over en het spettert hier en daar wat. De wind begint wel te draaien naar het zuidwesten en neemt tijdelijk wat af, om morgen toe te nemen tot matig bovenland en krachtig of hard langs de kust. In het zuiden misschien wat zon en wat langere droge periode. Verder nog altijd een tamelijk grijs beeld met van tijd tot tijd regen of motregen, 16 tot 18 graden. Donderdag dan even wat inleveren wat temperatuur betreft. De ochtend start grijs. Later op de dag breekt op meer plaatsen de zon door. En dat is een opmaat voor een rustige periode vanaf vrijdag. Steeds meer ruimte voor de zon, vaak droog en oplopende temperaturen.